Voor een van de oudste en mooiste panden van de stad is eindelijk een bestemming. De Prinsenhof aan het Martini Kerkhof wordt definitief verbouwd tot luxe horecagelegenheid. In het 500 jaar oude pand waarin RTV Noord jarenlang huisde, komt een viersterrenhotel en luxe restaurant. De gemeente en het Groningen Monumentenfonds zochten al sinds 2006 naar mogelijkheden om van het monumentale gebouw een horecagelegenheid te maken. Maar verschillende geïnteresseerde horecaondernemers haakten toch op het laatste moment af. De bekende horecaondernemers Jacques Muller, Frank Verbeek en Wessel Zijp denken dat het hun wel gaat lukken. We hebben met verschillende mensen gesproken of ze daarin willen stappen. En uiteindelijk is dat gelukt. Hè? Nu hebben we een paar ondernemers die zeggen, we maken daar op het Prinsenhof, het oude stadhoudelijk hof van uh, het Huis Oranje, maken we een uh, fantastisch mooi hotel, vier sterren plus en een café-restaurant. Dus dan komt ook een eind aan de periode van leegstand. Dan gaan we het ook helemaal mooi restaureren. Prachtige plek in de stad, fantastisch mooi gebouw. De verbouw tot horecagelegenheid is nu wel mogelijk door de opzet iets bescheidener te houden. Ook gaat de gemeente een lening verstrekken van 1,9 miljoen. Deze lening is bedoeld om het gebouw te restaureren. We moeten dat pand ook restaureren. Dat is een hele dure klus. Dus dat is onze verantwoordelijkheid samen met het monumentenfonds. En dan moeten de ondernemers zelf, natuurlijk, laten we zeggen, hun, hun onderneming draaiende houden. Daar gaan wij weer niet over. Het nieuwe hotel in de stad gaat, naar verwachting, 40 arbeidsplaatsen opleveren.